heel erg verbaasd. Dat was Reline Samsudin toen zij gevraagd werd minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, ROGB, te worden. Zij zou minder verrast zijn indien het om het ministerie van Regionale Ontwikkeling ging. Toch is zij de uitdaging aangegaan. Jawel, een heel gedurfde uitdaging, al zeg ik het zelf. Maar ik dacht, we gaan ervoor. En toch gaan er stemmen op dat u echt politiek hier geplaatst bent om een bepaalde job te doen. Is dat zo? Nou, ik ben door de president gevraagd om die job te doen. En de president werkt voor het land, ik ook. En in zijn opdracht ben ik hier. En we kennen allemaal de opdracht van het ministerie, wat het allemaal inhoudt. Dus we gaan voor die opdracht. Want u kent het ministerie, u heeft al gehoord. Dit ministerie wordt gezien als een van de moeilijke. Het heeft ook tal van ministers gekend. Bent u niet bang dat u na 6 maanden ook bedankt zal worden? Als ik word bedankt, dan is het dat je je job niet goed hebt gedaan. Dat is de realiteit. Maar we hebben ons voorgenomen om het goed te doen. En in dat kader hebben we al wat aftastende gesprekken gevoerd met een paar diensthoofden. En vanmorgen hebben we een gesprek gehad met Domeinen. Samsudin zucht bij het uitspreken van die naam, omdat na haar zeggen er enorm veel bij deze afdeling worden. Het is volgens haar publieksgeheim dat Domeinen geen positieve visie krijgt. Zal dus deze afdeling omdat alles staat en valt met de registratie van gronden, de afhandeling en de overdrachten. Tezamen met het personeel zal er dus nagegaan worden hoe er gewerkt moet worden aan een stukje ordening. De bewindsvrouw benadrukt wederom, naar aanleiding van een bericht, als zou er een registratie plaatsvinden in het NDP-centrum, dat alleen het ministerie gerechtigd is personen te registreren. Politieke partij, in deze de NDP, kan niet zeggen, kom bij mij dus, want onze minister is daar, jij gaat een stukje grond krijgen. Nee, absoluut niet. Alles wordt volgens de hiërarchie aangevraagd. En als het terrein vrij is, bij onderzoek is gebleken dat het terrein vrij is en u maakt er aanspraak op, dan gaat u zeker in aanmerking komen. Er zijn 10.000 aanvragen en de zaak is niet geautomatiseerd. Dus betekent dat daar een stukje, hoe zal ik zeggen, je maakt die gelegenheid voor een stukje onregelmatigheid, op zijn zachtst uitgedrukt. En we hebben ons voorgenomen samen met de directeur en onze staf hebben we gezegd, we gaan nu alle dozen en pakketten daar weghalen die daar hier en daar liggen. We gaan de zaak beginnen te sorteren. Vanaf maandag begint dat. Per district, per jaar en per aanvraag. Dus laten we zeggen een nieuwe aanvraag of overdrachten gaan we doen. Want de overdracht hoeft niet zo lang te duren. Als de mensen hun stukken in orde hebben, dan is het alleen maar, weet je, een goedkeuringsoverdracht dat gemaakt moest worden. Volgens minister Samsudin zal na verloop van tijd de afdeling Domeinen volledig geautomatiseerd zijn. Over haar voorganger Steven Relieveld zegt zij dat hij heel hard zijn best heeft gedaan, maar dat er toch veel aanvragen zijn blijven liggen. Dit ligt niet alleen aan hem, omdat de opeenvolgende ministers dat ook niet echt aankonden. Daarom wordt er nu een aanvang gemaakt met de automatisering, waardoor de corruptie enigszins uitgebannen kan worden. Aldus Reline Samsudin, met wie wij vandaag een vraaggesprek hadden over haar aantreden als minister van Regionale Ontwikkeling, Grond en Bosbeheer.